Want een goedkope nieuwbouwwoning vinden is onmogelijk. Een nieuwbouwhuis voor minder dan 2 ton, vergeet het maar. Het afgelopen kwartaal was er nergens in ons land een woning te vinden, een nieuwbouwwoning, voor onder de 2 ton. En onder de 3 ton zijn nieuwbouwwoningen ook schaars. Trouw schrijft erover op basis van cijfers van makelaarsvereniging NVM. Het is dus echt veel moeilijker om aan een nieuwbouwwoning te komen dan eerder. Begin 2017 kostte 60% van de nieuw gebouwde huizen minder dan 3 ton. Nu is dat nog slechts 12%. En van het aanbod onder de 2 ton, dat was destijds 15%, is dus helemaal niets meer over. Minister De Jonge van Volkshuisvesting zegt dat hij veel betaalbare nieuwbouwwoningen wil realiseren. Maar slechts een kwart van de nieuw te bouwen woningen die blijft onder de NHG-grens van €355.000. In 2015 was het nog 87% dat onder die grens bleef. Ja, en waar moeten die woningen dan komen? Nou, Rijksbouwmeester Francesco Veenstra zegt tegen de Telegraaf dat bouwen in het groen helemaal niet de hoofdmoot hoeft te zijn. Volgens hem kunnen we honderdduizenden woningen realiseren door de stadswijken te verdichten. Meneer Asmani, ik heb begrepen dat u Funda-verslaafd bent. Dat weet ik. Dat weet u goed. Ja, nee, dat is een guilty pleasure voor mij. Dat is een soort ontspanning. Ik zou niet weten waarom, maar ik kijk wel dagelijks denk ik wel even naar Funda. En dan ziet u ook hele hoge prijzen? Ja, ik zie die markten ook veranderen. Dus de prijzen stijgen enorm. En ik doe dat, ja, ik kijk naar bijvoorbeeld naar Den Haag, maar ik kijk ook naar Friesland. Ik weet niet waarom ik dat doe, maar ik doe dat. En je ziet inderdaad die markt. En het is, ja, het is vreselijk. Maar waar moet dan gebouwd worden? Hoe kunnen we dit oplossen? Nou, ik denk dat er gewoon wel meer gebouwd moet worden. Dat, volgens mij is dat duidelijk. En volgens mij is er nog wel echt wel plek zat in dit land om te bouwen. Waar moet, waar nou, moeten dat, we... dat kan buiten de Randstad zijn. Dat kan nagenoeg in de Randstad. Je kan omhoog bouwen. Dus die keuzes moeten wel gemaakt worden. En inderdaad, er moeten starterswoningen komen. Maar er moeten ook woningen komen die... ja, de meeste mensen hebben niet zo'n hoog inkomen. En die moeten toch ook een huis kunnen kopen van zeg maar 2 ton of zo. Of 2,5 ton. Nou, dat kan dus uiteindelijk al niet meer. En dat vind ik wel... En dat heeft alles te maken met de aanbod van woningen. Of dat is een van de grote oorzaken. Ja, ik vind dat dat hard moet worden aangepakt. En dat mensen weer de kans kunnen hebben om gewoon een normaal huis te kunnen kopen. En misschien is dat niet precies op dat ideale plek waar je midden in de stad kan zitten. Maar het zal daar wel daarbuiten moeten kunnen. Het kan toch niet zo zijn dat we alleen nog maar huizen te kopen hebben staan voor meer dan 3 ton? Wie kan dat nou betalen? De verpleegster, de onderwijzer, de politieagent? Nou, ik denk het niet.